Buiten gevlogen. En Franco? Franco is ook naar buiten gevlogen. Zijn toch geen postduiven? Wat is hier aan de hand geweest, hè? Geef antwoord. Weet u niet zo precies. Het ging allemaal zo... Wat? Ja... Vraag het mij. Ik weet het beste wat hier gebeurd is. Huh? Wie ben jij eigenlijk? Wie ik ben? Een zeerover. Een kleine zwakke. Is dat duidelijk? Onzin. Jij een zeerover? Ja. Net zo slap als jij. Hoe durf je zoiets te zeggen? Ik ben geen eenvoudige zeerover. Ik ben, zeeroverkapitein. Huh, wou jij een kapitein wezen? Sta toch niet zo op te scheppen. Als jij zeeroverkapitein bent, dan ben ik de tante van Mickey Mouse. Horus, wees niet brutaal tegen kapitein Bloedbarend. Iedereen moet gehoorzamen. Wie dat niet doet, die leeft niet lang meer, hè? Onthoud dat. En nu wil ik eindelijk weten wie je bent. Wil jij werkelijk weten? Wil je weten wie ik ben? Ik ben Pippi Langkous, Pippi Lotte Victualia. Ik ben Pippi Langkous, jolle heet jolle op sasa. Pippi Langkous? Is dat die van wie die immers? Ja, dat is die. Die immers. Immers wat, hè? Die immers. Die brutaal wordt. Vind jij dat van Pippi Lotte Victualia? Wat ben je van plan? Wou je nog een tijdje in Takatuga blijven? Nee, ik wil zo snel als ik kan er hier weer vandoor gaan. Ik kom alleen mijn papa hier weghalen. En het hoeft echt niet lang te duren, daar kun je van op aan. Tja, je papa. Waar is hij dan, je papa? Ja, waar kan die nou zitten, hè? Ai, ai, ai. Wil jij soms beweren dat je niet weet waar hij zit, kleine bloedbarend? Ja, dat is de waarheid, werkelijk. Hoe moet ik weten waar je vader zit? We kennen hem niet eens. Hoe kunnen wij dat weten, waar hij zit? Bovendien kom jij niet binnen waar we hem gevangen houden. Ach, kom Jochem. Het is beter dat we nu weggaan. Leg het weg. Het is wel het beste dat wij ook gaan slapen. En jij verdwijnt ook. Sterk. Zeer veel sterk. Zij is de sterkste van de hele wereld. Maar Marco, jij spreekt onze taal. Niet goedig. Maar kleintje, ik kan het zeggen. Marco, kom eens bij me. Heb jij wel eens van de grote kapitein Efraim Langkous gehoord? Nou. Niks. Niks weten. Zo'n dikke buik heeft hij. Hij is mijn papa. En vroeger was zijn buik zelfs zo dik. Ah, ogen dicht. Zo. Ja, ze hadden hem geblinddoekt, dat heeft hij geschreven. Wat? Geslagen hebben ze monk, die ellendelingen. Die vieze schoppenjakken zal ik scheren. Zeg, hoor je dat? Nu zit ze in de val. Ik zeg opschieten, dat duurt toch veel te lang? Breng die kanonnen in stelling. Ja, opschieten! Pippi is op het eiland! Marco, is er geen andere deur waar we uit kunnen? Uitgang, begrijp je? Ja, daar. Ik wijs hem. Snel, neem Tom en Annika mee en verstop ze ergens. En jij, Pippi? Ik kom ook zo gauw ik kan. Ja! Als jullie mij zoeken, ik ben hier. Zo, Pippi Langkous, daar hebben we je eindelijk. Je hebt geen kans meer. Alle kanonnen zijn op de uitgangen gericht. Geef je over. Kom me dan toch halen? Dat doen we ook. Vooruit, pak het de sabel af. Pak ze. Vooruit, stort je allemaal op. Vooruit, en je hoort die lange schaats.
nog? Pas op dat ze er niet van doorgaan. Bloedbarend snijdt ons de oren. Het vuur, huizen, zetten. Drie man op de brug. Hé, hey, nou heb ik je. Wat een klein meisje aan het ballen staat. Je lelijk schaam je. Kijk, ja. Hé, hé, hé. Ja, ja, ja. Opgelet! Messen Jochem komt terug met de kanonnen! Poort open! Hé, hey, Messen Jochem, is het bevel uitgevoerd? Nee, kapitein. Is dat onderkruipsel ontsnapt? Ja, kijk eens, ze is plotseling verdwenen. Zo, zo, verdwenen. Tja, ze was. Jij had geen zeer over, maar zwijnhoeder moeten worden, stommeling. Nee, klokkenmaker. Dat heb ik vroeger ook willen worden. Jij, je kunt niet eens de schroefjes verdraaien die in je kop loszitten. Waarom? Zomaar verdwenen. Ja, spoorloos verdwenen. Hoor eens, Jochem, nu moeten we meteen hard doordrukken. Zeg ik toch? Bij je vader. Juist, waarom? We moeten hem aan de praat krijgen eer het te laat is. Dank je. Dank je. Dat is erg lief van je, Marco. Je weet toch dat hij je niet verstaat, Annika? Marco goed, verstaan? Annika, je bent verliefd op hem, hè? Ach, niet waar. Wel waar. Nee. Natuurlijk. Ik ben niet verliefd. Je mag hem. Ach, ik ben niet verliefd. Wel. Nee. Wel. Nee. Wel ja. Nou, joh, dat is toch prachtig als je Marco mag? Kun je rustig toegeven. Ach. Nou is mijn geduld op. Ik tel nou tot 10 en als je dan nog niet vertelt waar de schat verborgen is, drukken wij af. Ja, we drukken we af. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan moet je heel goed luisteren. Wees ook niet zo dom. Je kunt me doodschieten, maar wat dan? Ja. Als ik dood ben, dan zul je er nooit achter komen waar de schat ligt. Ja, precies. Tja, dat zullen we hem nooit meer vinden. Ah, maar we moeten toch beslist weten wie hij is. Je zult het bekennen of jij wilt of niet. Ah. We wachten nou niet langer. Die kleine kan elk ogenblik. Maar nou biecht je op. We kunnen niet eeuwig wachten, jij dikkop. Ja, dikkop, dikke biefstuk. Ik heb geen haast, helemaal niet. Ik wacht nu in alle rust tot mijn kleine Pippi komt. Vanaf nu is er nog maar een half rantsoen water en brood voor meneer. Begrepen? Ai, ai, kapitein. Zou je wel praten? Kijk, zou je wel praten, hè? Dan praat je wel, hoor, kale Bas. Leuk dat hij hier is. Nu ben ik niet zo eenzaam. Ik wou alleen weten waarom hij hier zit. Dat kan ik je verklappen, mijn jongen. Wij willen iemand die ons alles verraadt wat jij bedromen en waken loslaat. En zoiets kan soms, Rosalinda. Die vogel verstaat ieder woord van je, kan het ook weer herhalen. Wat zeg je nou, hè, kale Bas? Dat jij een gemene verrader bent, zeg ik, Rosalinda. Nee, jongen, ik ben helemaal geen verrader, je bent zelf een verrader. Kijk, een grote fietsje verrader, kale Bas. Zie je? Overal staan u wachten. Ja, over de muur kunnen we niet. We moeten ons in kanonnen verschuilen. Marco! Oh, ben jij het? Waar blijven de 9 kanonnen? Waarom zijn ze nog niet in de vesting binnengebracht, hè? Dat is lijntrekkerij, Jochem. Ze kunnen elk ogenblik aankomen, dan maak ik toch juist de poort open. Hallo, ik gezien Pippi. Drachtig Pippi, vang hem snel. Ik wil jullie helpen, vang hem Pippi, snel. Ik heb hem gezien, heel ver, andere kant. We zoeken heeft ons weer 5 minuten gekost. Kijk, daar binnen met die
kanonnen. Zo krijgen we. Nou, dan heb je die jongen. Moet je ons voor de gek houden? Ja, daar is waar. Zij heeft de draak. Hé, laat je het verlopen niet meer zien, hé. Hé, je moeder.